Goed, laatste paragraaf van het hoofdstuk over arbeid en energie. Atheneum Natuurkunde Bovenbouw gaat over veerenergie en gravitatie-energie. Nou, hier is het opgave 24. Aan een veer hangt een gewicht van 0,42 newton. Dat is dit gewicht natuurlijk en dit is de veer. Zie figuur 837a. Het FU-diagram, dus horizontaal uitwijking verticaal kracht, staat in figuur 837b, dat is deze. Je trekt met een gewicht, je reikt het gewicht 6 cm verder naar beneden. Oké, bepaalde arbeid die de trekkracht heeft verricht voor die extra uitwijking. Nou, dat kun je zien in de grafiek. Je begint dus op dit punt met deze uitwijking, die is 3,042 kilo. En je trekt hem uit tot die 9 cm, is 6 cm langer. En dat is bij 1,26 newton. De arbeid is de oppervlak onder de grafiek. En je begint dus hier en je eindigt daar. Dus dat is deze oppervlak, zo hier zo. Deze met een merkwaardige vierhoek die je kan verdelen in een rechthoek zo. En driehoek erboven. Je ziet dat is hier gedaan. En als je de oppervlakte van die twee uitrekent en bij elkaar optelt, dan heb je dus de arbeid. Nou, die gaat het dus. Eerst maar het gedeelte van de rechthoek, dat is 0,42. Dat is dit stuk. Dit stuk is 6. Nou, dat staat hier. Hè. Het is centimeter, dus je moet normaal 10 tot de min 2 doen om er meters van te maken. Dan doe je dit stuk. Dat is natuurlijk, horizontaal is ook 6. Dit is 1,26 min 0,42. Dat staat hier. En natuurlijk weer 9 min 3. Ook weer maal 10 tot de min 2, want dit is centimeter en dat moet meters worden. Ja, dus dit is de rechthoek, de oppervlak, zo. En dit is de driehoek, de oppervlakte, zo. Die tel ik bij elkaar op. Er komt 5,9 maal 10 tot de tweede uit. En dat is natuurlijk joule, want arbeid heeft als eenheid joule. Afgerond 5,0 maal 10 tot de tweede joule. Oké, dan B. In figuur 838, dat is deze, is de trekkracht verticaal uitgeoefend door een stuk elastiek weergegeven als functie van de uitdrukking van de elastiek. Uitdrukking staat horizontaal. Bepaalde arbeid die de trekkracht heeft verricht als de elastiek 4 cm wordt uitgetrokken. Ja, dat is dus het oppervlak onder de grafiek van 0 tot 4. Dus deze oppervlak, ja, je kan het op verschillende manieren doen. Hè. Dus net als, je kan dus hier proberen een rechte lijn door te trekken. En dan zorgen dat wat er aan de bovenkant afvalt en aan de onderkant erbij komt, dat het gelijk is. Je kan hokjes gaan tellen, dat is mogelijk. En wat ook mogelijk is, je kan zeggen, nou, je gaat proberen het gemiddelde te bepalen. En dat is wat ze hier gedaan hebben. Maar die andere methoden zijn ook goed, hoor. Dus, nou, het gemiddelde is het ongeveer hier. En hier is dat ook getekend, dat is die rode lijn. En dan denk je, nou, oké, dit oppervlak en dit oppervlak. Nou, dat is ongeveer even groot, dus dat zal aardig kloppen. En dit valt er natuurlijk af en die komt er dan bij. Dus, ja, dat zal wel aardig kloppen. Nou, dus, kijk, dit is dus 4 centimeter. Dus 4,0 maal 10 tot min 2 meter maal... Nou, dit is 5, zo te zien, 5 newton. Er zit precies tussen 4 en 6 in. Nou, hier wordt het met elkaar vermenigvuldigd, zoals je ziet. Kracht 5,00 newton, maar 4,0 maal 10 tot de min 2 meter is 0,20 newtonmeter, oftewel 0,20 joule. Dus dat is dan de arbeid die geleverd is. Gaan we naar opgave 25. Het ruimtestation ISS beweegt in een cirkelvormige baan op 342 kilometer boven het aardoppervlak. De massa van de ISS is 2,46 maal 10 tot de vijfde kilogram. Bereken de gravitatie-energie van de ISS ten opzichte van de aarde. Ja, even opletten, de gravitatie-energie reken je uit met de formule E. Gravitatie is min G, universele gravitatiebestanden, maal de massa van het station, maal de massa van de aarde, gedeeld door de straal. Dat is even opletten, die straal is niet die 342 kilometer, dat is de afstand ten opzichte van het station naar het aardoppervlak, maar... dat is niet de straal. De straal is natuurlijk naar het middelpunt van de aardoppervlak. Dus er komt nog een keer de straal van de aarde zelf bij. En die kun je opzoeken in de BINAS. Die staat hier, tabel 31, kun je die vinden. Nou, die moet je dus nemen. Die 342 kilometer moet er dan natuurlijk bij. En dan heb je de straal die je in deze formule mag inpakken. Nou, hier zie je dat er wordt uitgerekend. 6,713 maal 10 tot de zesde meter is de straal die je moet gebruiken. Niet 342 kilometer. Nou, hier staat hij dan. Energie is dus min g, die kun je opzoeken in tabel 7, dus universele gravitatiebestanden. De massa is gegeven, 2,46 maal 10 tot de 5 kilogram massa van de aarde kun je ook opzoeken. Die staat hier ook in tabel 31. De straal hebben we net uitgerekend hierboven, dat is de straal van de aarde plus die 342 kilometer. Nou, dat vul je allemaal netjes in, dat is hier gedaan. Niet de min vergeten. En er komt dus uit
min 1,46 maal 10 tot de 13e joule. Oké, op de ISS werkt de luchtweerstandkracht. Wordt er niet gecorrigeerd, dan zou de baanstraal van de ISS elke dag tientallen meters kleiner worden. Daarbij neemt de gravitatie-energie af. Leg dit uit met behulp van de formule voor de gravitatie-energie. Nou, als de baanstraal kleiner wordt, dat betekent dus dat de waarde voor de gravitatie-energie groter wordt, maar hij is negatief, dus hij wordt negatief groter. Dat betekent dus dat hij kleiner wordt. Hij wordt als je van min 6 naar min 7 gaat, dan wordt het toch kleiner. Dus dat is hier het geval. Ja, dus die straal wordt groter, daar wordt dit getal wordt er groter van, maar omdat het een minstraal is, is het dat die kleiner is geworden. Dat komt omdat het een negatief getal is. Ja? Oké. Okay. Leg uit met behulp van de arbeid die door de gravitatiekracht verricht wordt. Ja, de baanstraal, als die kleiner wordt, dan betekent dus dat de ISS naar het aardoppervlak toe gaat. Dat betekent dus dat de richting van de gravitatiekracht en de richting van de verplaatsing hetzelfde zijn. Dat betekent dus dat de gravitatiekracht een positieve arbeid oplevert. En dat betekent dus dat zijn hoeveelheid energie afneemt. De gravitatie-energie neemt dus af. Ja, want die is negatief en er komt iets positiefs bij, dus wordt die minder negatief. Oké, okay, gaan we naar 26. Voor de ontsnappers aarde op snelheid op aarde geldt V is 2 maal de universele gravitatieconstante maal de massa van de aarde gedeeld door de straal van de aarde. Bereken dan de ontsnappingssnelheid op aarde. Nou, dat is gewoon een kwestie van gegevens opzoeken en invullen in het formuletje. G die staat in tabel 7. De massa en de straal van de aarde die staan in tabel 31. Nou, je ziet al die drie getallen hier staan. Die vul je in de formule in. In deze formule. Nou, dat is hier gebeurd. Nou ja, dan is gewoon in je rekensie stoppen. Niet haakjes vergeten hier omheen te zetten. Voordat je anders gaat de wortel natuurlijk alleen maar dit stukje wortel nemen. Nou, dan krijg je dus 1,119 maal 10 tot de vierde meter per seconde. Dus dat is, even kijken, ruim 11.000 meter per seconde. Dat is best wel snel. 11 kilometer per seconde is dat. Oké, bovenstaande formule mag je ook gebruiken als je met V de lichtsnelheid bedoelt. Als licht met meer dan... als het licht niet meer kan snappen, dan gedraagt het eenmaal zich als een zwart gat. Volgens de theorie stort een uitgebrande ster onder zijn eigen gravitatiekracht ineen tot een zwart gat met een massa van minstens 3 maal de massa van de zon. De massa, minstens 3 maal de massa van de zon is. Bereken hoe groot de straal van de ster is als deze zich als een zwart gat gaat gedragen. Nou, oké, de straal van de massa bereken je met, de straal van de ster bereken je met de massa van de ster en de ontsnappingssnelheid op een ster. De massa van de ster bereken je met de massa van de zon. Nou, oké, je gaat, de massa van de zon is 3, de massa van de ster is 3 maal die van de zon. Die van de zon kun je opzoeken, tabel 32c, daar staat die, en 3 keer dat krijg je deze massa. En die vul je hier dus gewoon in. De straal van de zon. En kijk, die moest je uit gaan rekenen natuurlijk. Hè. G, dat is universele gravitatieconstante, die vul je in. En dit is de V, dat is de lichtsnelheid. Ongeveer 3,0 maar 10 tot 18 staat die nauwkeuriger. Nou goed, dan het eerste wat je natuurlijk moet doen, en dan moet je dat verder allemaal gaan uitrekenen. Dan moet je eerst dit kwadrateren en dan wordt dit ook gekwadrateerd. Dan moet je delen door die. Ja, en dan moet je nog kijken. Nou, het is wel heel leuk. Ik zal het even uitschrijven. Dat is toch handig. Jammer dat het boek dat niet zelf doet. Zo, hier is dat gedaan. Dus deze hebben we gekwadrateerd, zoals je hier kan zien. Deze hebben we ook gekwadrateerd, zodat de wortel verdwijnt. Dat staat hier. Ja, dan R-zon is dan deze hele bubs gedeeld door deze in het kwadraat. Nou, als je dat inrekt op je rekenmachine, dan komt daar netjes in die waarde uit die hier ook staat. Oké, opgave 27.
Een communicatiesatelliet wordt met behulp van een raket in een geostationaire baan rondom de aarde gebracht. De satelliet bevindt zich dan op 35,8 x 10 tot de derde kilometer boven het aardoppervlak. De massa van de satelliet is 3,9 x 10 tot de derde kilogram. Tijdens het vervoer van de satelliet naar de geostationaire baan verricht de gravitatiekracht arbeid toon aan dat die is 2,07 x 10 tot de min 11e joule. Als volgt, je rekent eerst de gravitatie-energie uit als je in een geostationaire baan zit. Dan reageer je, doe hetzelfde maar dan voor de gravitationele energie, zwaarte-energie, op aarde. En dan de verschil ertussen is dan de arbeid die geleverd is. Nou, de zwaarte-energie in een geostationaire baan reken je natuurlijk met deze formule. Hè? E is G maal M gedeeld door R. M is dan van de satelliet en van de aarde. Nou, de straal is de straal van de aarde plus de hoogte. De straal van de aarde is gegeven uit tabel minus 31. De hoogte is ook gegeven, die is die 35,8 tot 30 kilometer. Die tel je dan bij elkaar op, dat is hier gebeurd en die vul je daarin. De massa van de satelliet is ook gegeven, 3,9 tot 10 tot de vijfde, was dat geloof ik, kilogram. Derde, sorry. En de massa van de aarde, die kun je uit de minus halen, die staat hier. Vul je al die drie die gegevens, dus deze, deze en deze vul je hierin. En de universele gravitatieconstant natuurlijk, de minder voor niet vergeten. Rek je het uit, komt deze waarde uit. Hetzelfde doe je op de aarde. Nou, de straal is dan gewoon de straal van de aarde. Verder blijft alles hetzelfde. Zoals je ziet, dus het enige wat je in deze vervang je door de straal van de aarde. Dan komt daar de energie uit, dat is deze. En het verschil wordt dan hier bepaald. Je ziet, ook die blauwe lijn zou beter hier kunnen lopen. Maakt niet uit. Zal ik zo even veranderen. En het verschil tussen deze gravitatie-energie en deze gravitatie-energie, dat wordt natuurlijk veroorzaakt door de arbeid die gedaan is. Zo, even het lijntje op de goede plaats gezet. Goed, de B-opdracht. Om een satelliet in de ruimte te brengen, maak je gebruik van de draaiing van de aarde. Ten opzichte van de ruimte heeft een satelliet dan een bepaalde snelheid. De European Space Agency lanceert raketten om satellieten naar een geostationaire baan te brengen. Dat doet zij vlakbij de evenaar in Franse Guyana. Toon aan dat de kinetische energie van de satelliet in een geostationaire baan met 1,79 x 10 tot de 20ste joule is toegenomen als de lancering in Franse Guyana heeft plaatsgevonden. Goed, dan gaan we eerst de baansnelheid op aarde berekenen. Dat doe je met de 2 van pi r gedeeld door t. De r vind je weer in de binars, die heb ik al een aantal malen opgezocht. De tijd is 24,36 honderd seconde. De baansnelheid is dan 2 maal pi maal de straal van de aarde gedeeld door 24 uur, maar dan een seconde omgerekend, is dan deze snelheid. Oké, en die gebruik je verderop natuurlijk wederom. En die gebruik je als je hier de energie, brengingsenergie, op aarde wil berekenen. Dat doe je met half een v-kwadraat. De massa van de satelliet die je bekend, die is gegeven in het verhaaltje, die je al een keer gebruikt. Dus is half een v-kwadraat, half maal de massa van de satelliet, maar de snelheid die we net hadden uitgerekend in het kwadraat, komt dan deze hoeveelheid joule uit van kinetische energie. Nou, doe je datzelfde in een geostationale baan. Dan is de straal dus weer de straal van de aarde plus die 35,8 x 10 tot de vierde meter. Die hadden we ook al een keer in aangebruikt, dus dat is deze waarde. En die vul je in v-pi maal r gedeeld door t. Maar dan voor die situatie is 2 maal pi maal de straal die we net hier hebben berekend. Gedeeld door 24 uur per seconde, dat is deze. Nou, dan komt dan deze snelheid uit. En die gebruik je om de kinetische energie in de geostationale baan uit te rekenen. Dat gebeurt hier met half een v-kwadraat. Half maal de massa, maal die snelheid die we net hebben berekend. Nou komt deze waarde uit. En het verschil tussen deze twee waarden, als je die van elkaar afhaalt, is die 1,79 x 10 tot zoveel joule, die we moesten bepalen. 10 tot, moeilijk te zien, kleine lettertjes, 10 joule. Goed, gaan we naar C. Bereken de arbeid die de motorkracht van de raket minst heeft verricht als de satelliet in zijn geostationaire baan is gebracht. Nou, dan moet je wel even wat overzicht hebben over wat er allemaal gebeurd is. Bij A hebben we gezien dat de arbeid die geleverd moet worden min 2,07 x 10 tot de 11e joule is. En bij B hebben we gezien dat de aarde
door het ronddraaien al 1,9 tot de 10e joule levert. Oké, als je dat dan invult in elkaar, de arbeid die je dan moet leveren als van de motor, zeg maar, is dan de arbeid van de motor min die 2,7 maal 10 tot de 11e. En dat is dan gelijk aan 1,79 maal 10 tot de 11e hier. En als je dat dan uitgerekend hebt, dan wordt het natuurlijk deze plus die 2,25 maal 10 tot de 11e joule. En het is wel heel belangrijk inderdaad dat je goed in de gaten houdt, dus dat hier die min voor staat. Want het was. Maar zie je, de gravitatie, de arbeid was negatief. Oké, Dave. Noem twee redenen waarom de motorkracht van de raket meer arbeid zal moeten verrichten. Nou, hier staan al twee hele goede redenen. Ten eerste is er natuurlijk helemaal geen rekening gehouden met welke soort van wrijvingskracht ook. En die is er natuurlijk wel, zeker van de lucht natuurlijk. En er wordt even simpelweg van uitgegaan dat de raket in een rechte lijn van de lanceerplaats naar de hoogte vliegt waarop die terecht moet zijn, moet komen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hij neemt een gebogen baan, dus moet hij meer afstand afleggen. Terwijl de krachten die veranderen, die zijn niet anders. Dus de arbeid die zal veel groter zijn, omdat hij een kromme baan heeft. Dan de NASA lanceert de raketten van Cape Canaveral in Florida. Deze lanceerbaan ligt verder van de evenaar af. Constateert of de motorkracht dan meer of minder of evenveel arbeid moet richten. Nou, je kan duidelijk zien dat als je ronddraait om de evenaar, dan beweeg je sneller, hè, want je hebt een grotere straal, dus je neemt een grotere cirkel. Heb je dus ook meer kinetische energie dan dat als je hier rondom deze cirkel weegt. Dus als je bij Cape Canaveral gaat, dan neem je minder kinetische energie mee dan die 1,79 maal 10 tot de 11e. Dat betekent dus, ja, die minder energie die je dus meeneemt, zal ergens vandaan moeten komen. Die zal dus moeten komen uit de raketmotor, dus die zal meer arbeid moeten leveren dan. Oké, dat was het. Hoofdstuk 8 over energie en arbeid voor ateneum bovenbouw natuurkunde.